Tijdens de 40-dagen-tijd bereiden christenen zich voor op het paasfeest. De 40 dagen herinneren ons aan de tijd die Jezus biddend en vastend doorbracht in de woestijn om zich voor te bereiden op zijn missie. In de katholieke traditie begint de 40-dagen-tijd op as woensdag met het askruisje op het voorhoofd als teken van boetedoening en de wil om te veranderen door gebed, vasten en het geven van almoezen. We worden uitgenodigd net als Jezus meer tijd in gebed door te brengen en onze band met God te versterken. Vasten kan betekenen minder eten, maar ook minder luxe afstand doen van dingen die je eigenlijk niet nodig hebt arm, ik ben rijk! Minder aan jezelf besteden en meer geven aan anderen. Het geven van aalmoezen vind je al in de Bijbel. Het helpen van de armen door te delen van wat je hebt. Alsjeblieft maatje. Als woensdag is een verplichte dag van vaste en onthouding voor iedereen van 18 tot 59 jaar. Het betekent één volledige maaltijd en een beetje voedsel ochtends en s avonds. Ik snij je door midden. In veel landen onthouden katholieken zich ook van vlees op vrijdagen. Nee. Het is een tijd van bekering. Daarom worden katholieken uitgenodigd het sacrament van boete en verzoening, de biecht, te ontvangen. De 40-dagen-tijd eindigt op Witte Donderdag. Met de mis die dag begint het Paastridium van het lijden, sterven en verrijzen van Christus.